De vorige video is zeer goed bevallen, dus maak ik een nieuwe first dates. Ik geloof op aanvraag van Chris, maar anders noem ik deze dude hier Chris. Hij vroeg me om naar deze specifieke video te kijken. Deze keer kun je je cringe hazmat suit uitdoen, want we gaan kijken naar een date die gewoon smooth verloopt. En over meme god, de vorige video, wat ik nog wil toevoegen is, ik bied hem gratis een hele dag versiercoaching aan op een van onze live trainingen. Dus wil hij wat soepeler worden, kan hij contact met me opnemen. Helemaal gratis wordt het dan verzorgd. Natuurlijk wanneer de lockdown weer voorbij is. En ook bedankt allemaal voor de feedback over mijn muur. Ja, er zijn wat barstjes in mijn muur. En waarschijnlijk wel wat water wat gelekt wordt. Dus nou ja, thanks. Daar wordt naar gekeken. Fijn dat jullie zo'n oog voor detail hebben voor mijn muur. In ieder geval, we gaan door met datingcoach reageert op first dates. Hoi, ik heb gift voor jou. Hallo. Hoi, Kevin. Aangenaam. Wat is je naam? Gift. Gifty. Nee, gewoon gift. Ah, ben je Ghanese? Nee, ik ben van Nigeria. Nigeria, oh, oké. Okay. Jij? Congolees. Kan ik iets prepareren om te drinken? Water. Water? Waterpruizen. Drink je alcohol? Nee. Niet echt. Nee? Nee. Ik denk eigenlijk alleen maar water. Netjes, oké. Okay. Hier gebeurt meteen iets interessants, wat je ook vaker terug gaat zien. Hij heeft een vrij dominante realiteit en hij is niet bang om die naar buiten toe te projecteren. Dus waar gebeurt dat in? Van, oh, je drinkt water. Geen alcohol. En zij zo, nee, ik drink alleen water. Hij is van, oké, netjes. Netjes, oké. Ergens laat hij blijken, ik vind dit een beetje gek. En het is duidelijk dat soort van zijn standaarden naar de wereld toe worden geprojecteerd. Ik weet dat ik er meteen in spring met diepe shit, maar daar ben ik van. Dat is wat je hier leert. Als je daar niet van houdt, dan is het kanaal niks voor jou. Maar hij projecteert gewoon duidelijk van, hey, dit is wat ik vind dat normaal is. Maar hij doet dat niet op een oordelende, negatieve manier. Van, oh, wat ben jij saai dat je alleen water drinkt. Dat zou niet smooth zijn. En nu voelt ze juist van, oh, hij heeft een sterke mening. Ze voelt zich een beetje uitgedaagd. En dit ga je nog vaker terugzien. Wat is het type van je? Iemand grappig. Ja? Ja. Ik zeg je eerlijk, daar heb je geen probleem mee. Je bent echt juist. Ik ben een komiek. Al sinds jongs af ben ik een komiek. Mm-hmm. En ik hou me altijd bezig met vlogs. Oh, echt? Ja, ik ben een vlogger. Wauw, oké. Okay. Leuk. Je ziet hem hier wel een beetje kijken van, hoe valt dit? Ik snap het. Je wil even gewoon jezelf neerzetten en wat tofs over jezelf vertellen. Pas daar wel mee op dat je jezelf niet gaat verkopen. En dit vond ik wel grappig. Hij zegt, ik ben vlogger en komiek, maar de YouTube-beschrijving zegt vlogger en wannabe komiek, Kevin. De YouTube-beschrijving is iets minder vriendelijk naar je toe, maar volgens mij ben je een grappige dude. En niks anders dan respect aan de mensen die hier aan meedoen. Ja, ik weet niet wat te zeggen eigenlijk. Hoe komt dat? Je bent verlegen. Je moet niet verlegen zijn. Je moet stressen. Alles komt goed. Okay. Je bent een mooie dame, dus waarom heb je stress? Dank je wel. Huh? Nice. Dit vind ik supergoed. Als jij kan overbrengen van, hey, alles is oké. Het is allemaal onder controle. Je hoeft je geen zorgen te maken. Dat is heel gaaf als je gewoon die rust en dat zelfvertrouwen kan overbrengen op haar. Zij voelt zich comfortabel en jij durft het initiatief te nemen om te laten zien van, hey, het zit helemaal goed. En hier komt hij gewoon heel warm over. Netjes. Ik ben 25, snap je? De helft van 50. Van week moet ik beginnen, kinderen, al die shit. Hoeveel kinderen wil je dan hebben? Ik? Elftal. Wauw. Ik wil sowieso veel kinderen hebben. Elftal wil ik hebben. Tuurlijk. Ik ben Afrikaan, hè. Kinderbijslag, de. Kinderbijslag, de. Wat een baas. Ik vind het mooi. Wat hij hier heel goed doet, is een van de dingen waar ik in mijn cursussen zeer regelmatig op hamer. Namelijk beeldend taalgebruik. Ik ben elftal wil ik hebben. Je ziet dat hij dat grapje waarschijnlijk vaker gebruikt, want het werkt. Beeldend taalgebruik doet meer emoties opborrelen. Liefde en Kevin, mogen we gaan jullie eten? Mogen naar de tafel dansen. Naar de tafel, oké. Okay. Kom maar mee. Alsjeblieft. Jonge dame, mag hier zitten. Oh, dank u. Voilà, je neemt een week al over. Dank u. Het is een echte gentleman. Ja, toch? Het is bijna controversieel om te zeggen nu van, oh, als man mag je de leiding of het initiatief nemen. Ik snap niet waarom dat zo'n issue is om dat te zeggen. Mits je dat positief doet. Jonge dame, mag hier zitten. Oh, dank u. Het is lief. Het is galant. Leiding nemen betekent niet vertellen wat de ander doet. Ja,
misschien je hele ouderwetse idee van een leidinggevende op een kantoor. Dat betekent dat absoluut niet in dating. Dan betekent leiding nemen, zoals ze ook tijdens salsa of tijdens de tango-lessen zeggen, neem als man de leiding. En hoe doe je dat? In dienst van de vrouw. Om haar te laten shinen, om haar comfortabel te laten zijn. En daar krijg je ook heel veel voor terug. Waardering, respect, misschien romantiek, whatever. Hij doet dit op de juiste manier en daardoor wordt het opgevangen van, hé, wat een gentleman. Het is een echt een gentleman. Ja, toch? Ben je misschien voor iets allergisch? Nee. Jij? Ik? Ik ben een alleseter. Oh, dit? Kan je koken? Hoezo? Dit bedoel ik. Met die sterke realiteit. Het gaat van heel comfortabel over naar even kritisch. Even zijn standaarden projecteren. Kan je koken? Dat is de manier waarop hij het vraagt. Oh, dit? Kan je koken? Je ziet al meteen aan haar reactie van oeh, het is een beetje uitdaging. Het is een uitdaging met zijn standaarden. Hij had ook kunnen vragen, kan jij koken? Of kun je koken? Daar had niet die uitdaging in gezeten. Oh, je moet sowieso kunnen koken, hè? Nee, ik ben serieus, hè. Je bent Afrikaan, dus normaal moet je al vanaf je jongs af dat geleerd hebben van je ouders, van je moeder. Zie je? Dit zijn zijn standaarden. Ik kan een beetje koken. Als je steak neemt, heb je zo liever dat het echt zo goed gebakken is? Of is dat niet? Nee, quoi. Hoe noemen ze dat? Quoi? Ik denk het. Quoi. Dit vind ik allemaal top. Wat zij doet is van, oh, ze wordt een beetje uitgedaagd op het punt koken. En ze is daar duidelijk niet compleet overtuigd van dat zij geweldig kan koken. Dus heel smooth leidt zij het gewoon door naar een volgend gespreksonderwerp. Doet ze top. En hij gaat ook weer over. Hij leidt het ook weer naar een andere emotie. Dus van even uitdagend. Hey, kun je wel koken? Is het daarna weer gewoon grappen en grollen. En oh. Op wat? Op first date. Nee, op onze date. Oh ja, onze first date. En je moet kijken in mijn ogen. Op onze first date. Hij heeft wel een vrij dominante realiteit, zou je kunnen zeggen. En ook dat is zo'n woord van, oh, mag je wel dominant zijn? En het is maar de waarom, jongens. Er is niks slechts met leiderschap. Er is niks slechts aan een beetje dominantie. Het draait er allemaal om, waarom doe je het? Hier doet hij het in dienst van het gesprek. Van, hey, waarop? Ja, first dates. En ga je proosten op een tv-programma? Of ga je proosten op de date van jullie twee? Dus hier doet hij dat op een positieve manier. Van, hé, nee, we proosten wel op ons. En hé, kijk me wel in de ogen aan. Het is persoonlijkheid. Hij laat een beetje uitdaging zien. Daar is niks mis mee, mits je het doet uit positieve intentie. Ik ga gaan plassen. Wat? Ik ga gaan plassen. Ik hou van jouw schoenen. Je hebt echt mooie schoenen aan. Dank je wel. Maar ik heb wel een grote maat. Welke maat heb je? 48,5. What? Kijk maar handen. Zit je handen zo op mijn hand? Oké, jouw handen zijn echt groot. Wauw. Je weet wat ze zeggen met de grote handen. Wat hij goed doet, is natuurlijk dat soort speelse dingetjes. Het is net alsof je vroeger op school zit en zo je voeten tegen elkaar houdt of zo. Of je handen tegen elkaar houdt. Leuk, schattig spelletje. De seksuele suggestie zou ik achterwege laten, omdat iedereen weet wat ze zeggen daarover. Door daar extra nadruk op te leggen, maak je dat punt juist minder sterk in mijn ogen. Dus kan net subtieler. Maar again, smooth nog steeds. Damn it. Misschien moet ik hem aannemen als coach. Ben je gelovig? Ik ben tuurlijk wel. Ik ben christen. En je? Jehovah getuige. Hè? Jehovah getuige. Echt, weet je wat ik echt heel raar vind? God wou dit, denk ik. Ik ben serieus, hè? Hoeveel? Omdat God mij beter heeft gemaakt maandag. Hoe kan dat? Ik was 3 weken ziek, opeens deze week ben ik beter. Opeens zie ik jou aankomen. Nog een Afrikaan, perfect. Dat is nogal een statement om te maken. Het oneindige, intelligente, eeuwige wezen genaamd God betrekken in jouw first date. Oké, maar het valt hier goed. En ergens is het misschien omdat zij ook denkt van, oh, meent hij dit nou? Of is dit een grapje? En de kracht van overdrijving, het zorgt er in ieder geval voor dat wat jij zegt heel emotioneel is. En je ziet er wel een beetje sceptisch kijken, maar het wekt in ieder geval emoties op. Het is wel een grote statement om hier te maken. Wanneer vind jij persoonlijk dat je echt bereid bent voor een relatie? Wanneer de vibe goed is. Ja? En wat is een goede vibe voor jou? Dat we allebei zo comfortabel zijn bij elkaar. Dat ik zo, oké, misschien niet 100, misschien zelfs 30 of zo. Mm.
gegaan. Hoeveel procent is het nu al? Dat ga ik niet zeggen. Huh? Dat ga ik niet zeggen. Jawel, die vind ik smooth. Ik vind haar cool, man. Super nice. Je ziet haar eerst denken van, nou, ongeveer. En dan realiseert ze het van, oh, maar ga ik helemaal niet zeggen. De sfeer is meteen lachen, zij smaalt. En hij vindt het ook fantastisch, want mensen waarderen het als ze een klein beetje uitdaging krijgen. Als er een klein beetje mysterie overblijft. Want als je heel concreet al zegt, eigenlijk zou ze dan zeggen van, zoveel procent zit het al goed tussen ons. Door het mysterie te behouden, maakt ze het alleen nog maar meer flirterig. Ik zal hem niet eens meenemen. Ja, dank je. Oké. Ik ben niet zenuwachtig als je dat denkt. Geen per ongeluk. Wat heel handig is om te hebben, is een aantal grappige voorbeeldzinnetjes. Gewoon dingen om op terug te vallen voor situaties die veel voorkomen. Zo heb ik ook de conversatiekoning. Daar geef ik alleen maar van dit soort voorbeeldzinnen voor allerlei situaties mee. En ik zal je er nu twee geven. Dus de eerste is, als jij iets onhandigs doet, en daar heb ik maar al te veel ervaring mee, je tikt wat om, je struikelt of whatever, dan zeg je het volgende. Van, ah, dat is mijn move. Alsof het echt fucking dope is. Of je doet echt van, dat is mijn move. Alsof het echt een of andere superhelden trick is die je net hebt uitgehaald. Hij zegt, ja, ik ben niet zenuwachtig. Dan kun je dat ook weer doen met dus de kracht van overdrijving. Dit is precies zo'n voorbeeldzinnetje. Doe je zo. Ik ben niet zenuwachtig hoor. Gewoon puur om een beetje te dollen met wat zelfspot. Dit is de kracht van precies het zinnetje al voorbereid hebben om te zeggen. Voor nog echt letterlijk honderden voorbeeldzinnen, hele gesprekstechnieken. Zodat je voorbereid bent op iedere situatie en altijd iets te zeggen hebt. Zie daarvoor Conversatiekoning. Dit is een hele cursus die ik hierover heb gemaakt. Ik krijg wel vaker vragen van, hey Daan, ik heb de aanbieding gemist. Kun je hem nog eens in de aanbieding doen? Dus bij deze, de komende 72 uur, vind je een kortingslink in de beschrijving hier voor mijn cursus. Conversatiekoning, meer dan de helft van de prijs korting. Dus bekijk dat nu en nou, daarna haal ik de kortingslink weer weg. Terug naar de video. Ik ben al bedrogen geweest. Ik? Ja. Dat ik het weet, ben ik nog nooit bedrogen geweest. Ben je ooit bedrogen geweest? Terus. Oh, zo zielig. Hoe komt het, lieve schat? Vertel me dat eens. Wat is er gebeurd, hè, Sjoeke? Die vind ik zo nice. Sjoeke, is dat Vlaams? Wat is dat? Echt master. Wat is er gebeurd, Sjoeke? Super lief. En nice hoe hij dus verandert van een beetje dominant en een beetje, nou, gewoon wat mannelijker naar in één keer weer heel zacht. En oh, wat is er gebeurd? En nou, misschien was dat een tikje gemaakt, ik weet het niet. Maar we geven hem het voordeel van de twijfel. En het is in ieder geval weer warm hoe hij hier aankomt. En hij wisselt heel netjes tussen die verschillende emoties van uitdagen en weer warm zijn. Ik moet weer plassen. Dat is al die water dat ik heb gedronken. Zowel mannen als vrouwen zeggen liever, ik ga naar de wc. Of ik ga naar het toilet. Of ik ga even naar, ik ga mijn neus poederen. I don't know. Maar ik ga plassen klinkt in mijn ogen wel een klein beetje plat. Ik visualiseer dan ook meteen zo'n witte straal die zo in het water plonst, gewoon niet fris. Hey! Hallo. Hoe gaat het? Goed, met jou. Lekker? En gaan jullie elkaar nog eens terugzien? Ik denk het wel. Ik denk het wel, dat is geen antwoord. Ja, we gaan elkaar terugzien. Ik was er zelf zeker toen ze binnenkwam, dus die date voor mij was eigenlijk niet zo nodig. Opnieuw een beetje zo de sterke realiteit van, hey, dat is geen antwoord. En op zich heeft hij gelijk. Het is natuurlijk heel spannend voor haar om te zeggen van, ja, we gaan sowieso elkaar terugzien. Ik bedoel, dan plaats je jezelf ook in een kwetsbare positie. Dus het is ook spannend. maar het is grappig hoe dat steeds terugkeert bij hem. Hij heeft een vrij duidelijk beeld van wat hij vindt. En dat durft hij dus de hele tijd ook te melden aan andere mensen. En sommige mensen zullen dat vervelend vinden, hè? Ongetwijfeld. Maar het komt wel zelfverzekerd over. En ja, op haar heeft het een positief effect, zou ik zeggen. Zij is aangetrokken. Ik vond haar een mooie dame. Ze is een mooie dame. En ik zou haar graag wel de tweede keer willen zien. Eind goed, al goed, romantiek. Wat leuk weer samen, jongens. Ik vond het
Fantastisch. Wil je meer zien over First Dates? Wil je dat ik andere programma's bekijk? Heb je juist een clip die je specifiek aanraadt voor mij om een breakdown van te doen? Laat het me weten in de comments, want mogelijk voer ik hem helemaal speciaal op maat voor jou, helemaal voor je uit. Dus laat het me weten. Like natuurlijk als je dit soort content tof vindt. Dan maak ik er meer van. Zo simpel is dat ongeveer wel. En natuurlijk de komende 3 dagen Conversatiekoning. Een dikke vette aanbieding. En daarna is die kortingslink weer footsie. En gaat de prijs gewoon weer helemaal omhoog. Dus klik daarop. En dan zie ik je in de volgende video. En abonneer voor een grotere voet en hand.